Wij reizen af naar de volgende locatie. Daar linksboven. Dit is een eenrichtingsdeur. Dus we moeten, denk ik, daar naartoe. En dan naar links. Indien mogelijk. We gaan het proberen. Met de lift weer omhoog. De fancy gemaakte lift. Moet ik wel zeggen. Ook wel goed om een beetje crystals te sparen voor een extra flesje. In bossfights wel handig. Eén hit echt, die aardje. Hier is geen doorgang. En maar verdwalen, en maar verdwalen. Gasten met grote ontplofferraketten, daar hou ik niet van. Hier een hendel omgezet. Hier ben ik nog niet geweest. Ziet er wel heel fancy uit. Hey, Mandalorian. Shaped you into an immortal. Varum saw promise. You turned against us. Varum is driving a wedge between us. In a way, you did Persia a favor. What do you even mean? Famine, drought, unrest among satrapies, loss of Persian soldiers. Queen Tamiris's bloodline is unfit to rule. The people deserve better. The people deserve someone like Varum. Only the White Lion can restore the pride of Persia. Come back to reason, dignity, and purpose, Sargon. Menelaus, wait! Ga weg. Hij gaat weg, Menelaus. Kan hier nog naar beneden? Maar kijk, er is niks te halen valt nog hier. En dan gewoon lopen tegen die stekels aan. Dat is ook een goede truc. Dan gaat dit allemaal goed. En die stekels beneden, daar loop je dan gewoon tegenaan. Wat is hier? Oh, ik hoef niet helemaal opnieuw te beginnen, dat scheelt. Ah. Hele hindernisbaan. En voor wat? Moet ik naar boven? Moet ik naar links? We weten het niet. Diamantjes. Net nog gezegd, ik wil sparen voor extra flesjes. Dan is dit wel meegenomen.
Nou, een hele onderroute gevonden. Moest ook via de onderroute leren hier. Ja, die bubbel wordt inderdaad steeds groter. Inderdaad een goede skill, zeg zo. Hier beneden nog wat. Pijlen. Verder niks, oké. Good to know. Handige skills. Hij wil mij daarin hebben. Maar ik wil eerst nog wel eens even kijken wat er hierboven is. Een gesloten hek. Oké. Ja, dan toch maar daar naar binnen. Op weg naar die Guardian. Hier ook weer een benedenkamer. Altijd kijken, hè. Altijd kijken. Ah, dit is de uitgang. Dat is voor later. Dit werkt blijkbaar anders. Oké. Ik wil dat dat is hoe het werkt. Kom ik hier boven? Paars betekent er is hier een fast travel. Is hier ook een wak-wak tree? Ik had een extra amulet slot gekregen. Dan kan die er weer uit. En dan kan die nieuwe die ik gekregen had er in de Void Blade, ja. Hoe ziet die eruit? Kijk. Ziet er toch goed uit. Eén keer in de zoveel tijd een Void Blade. Ik kan daarheen, daar moet ik ook heen. Maar ik kan ook nog hier beneden naar links. Laten we daar dan toch eerst maar eens even kijken. Nee, dat kan weer niet. Dat is een gesloten deur. Een eenrichtingsdeur. Uitgang waarschijnlijk. Ja, we weten nu hoe dit moet. Zo, hoppakee. Dan gaan we hier naartoe. Naar de volgende Guardian, denk ik. Een richtingsweg, ook weer een naar beneden pad. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling. Lijkt me eigenlijk wel de bedoeling.
Vinden we hier beneden? De eenrichtingsdeur die kant op. Die maken we even open. Een paar lijpe vijanden. Geef maar weer geld, altijd goed. Hey, een ding om mijn zwaarden weer te upgraden. Ik had er nog precies één nodig. Dat betekent dat ik dus nu weer mijn zwaarden kan upgraden. Als ik daar weer kom. Lekker. Wat hebben we hier? Nog zo'n parcoursstuk. Ziet er allemaal ingewikkelder uit dan dat het is weer, denk ik. Ja. Goeie truc. Interessant hoe we die sprong gaan maken. En dit werkt. Dit werkt. Andere eenrichtingshek geopend. Daar is een kist. Daar kunnen we alleen van bovenaf komen. Weer door een hek waar we niet in kunnen. Ik denk echt dat we later een skill gaan leren waarmee we door hekken kunnen. Een soort van face walken. Dat denk ik dat er gaat gebeuren. Een filmpje. Dat is Man Elias. Gaat hij me aanvallen? Ja! Man Elias, lower your bow! Listen to me! Varum killed Hassan! I won't believe anything you say. How can you say that? Varum is betraying Persia! We are warriors, so that one day others don't have to be. Varum is the king to end all wars. A king would not kill his subjects. Help me stop him. Varum has an ideal that is bigger than you and me. Man alive. Valt me aan. You're giving me no choice. What a shame. Oh, is that a game?
should be him in a special. Well, it's good for movement, Elias. Pijlen als sterren uit de hemel neerdalen. Vieze tactieken, jongen. Vieze tactieken. After all these years, all those battles, no one has pushed me this far! Hij gebruikt de God Powers. Hij denkt dat hij Goku is. Oh, dat is de verkeerde kant op. Lekker hoor. Gevaarlijke man hoor, met Elias. Komt weer met een special. Dat kan ik ook. Hij countert mijn attack zo vaak. Zie je dat? Goeie moves met Elias. Ik heb geen potions meer. Ja. Met Elias heeft goede moves. Dat moet ik hem meegeven. This isn't the way. We must follow Varum. Maar waarom, Menelaus? Waarom moeten we Menelaus Varum volgen? Hij is een moordenaar. Met Elias heeft goede moves, dat moet ik hem wel meegeven hoor. After all these years, all those battles, no one has pushed me this far! Lijpe God Powers gaat hij inzetten.
Kijk hoe gaar je. Kijk hem gaan! I didn't want to push you this far. I only relied on this bow because I was weak. A true warrior needs no weapon. Gebeurt er? I never wanted this fight. Me neither, the Sargon. Hij lost op. Hij lost op. Nieuwe ability. You can use your teleport ability on the chakram. Aim with the chakram. Press A to teleport to it. Menelaus. Dead because of me. Why does it have to be this way? Oh, en zo kan ik dan door door dingen heen natuurlijk. Ja. Zo kan ik dan door die poort heen. Heel veel geld. En weer een Thoma Tree pattern. Voor de HP'tjes. En dan hebben we hier de derde Guardian. De schorpioen. De schorpioen. Dan hebben we er nog één te gaan. Menelaus hebben we verslagen. Kijk, en als het goed is, kan ik nu dus even testen. Oh, wacht, er is geen hek aan deze kant. Er is ook geen hek. Hé? Oh, daarboven is een hek. Kijk, nu kan ik dus door die poorten heen teleporten. Precies wat ik dacht. Gooi de chakram door de poort. Teleporten doorheen. Vindt heel veel geld. Dat is de tactiek die wij nu kunnen toepassen. De tactiek die wij nu kunnen toepassen. Dan is het nu aan mij om de weg weer terug te vinden. Is dat hier? Nee, is eentje verder. Hier naar beneden.
En dan daardoor het poortje. Ik kan ook gewoon naar rechts lopen trouwens. Ik vind het wel moeilijk te doen. Ik kan hier gewoon naar rechts lopen. Dan hebben wij nog één Celestial Guardian te gaan. Hierboven is en de boom en de teleport, de fast travel. Even de wak-wak pakken voor mijn petals te regenereren. En dan de fast travel pakken naar de laatste guardian. Die bevindt zich helemaal daar. En dan moeten wij denk ik hier naartoe. De Hidden Village. Het gaat gebeuren. Ja, zomaar 3 fast travel. De Hidden Village, waar ik al heel lang naartoe wilde. Fast travelen wij naar de Soma 3. Oké. Dan gaan we in de volgende video vanaf hier naar het oosten. Dus dan zou ik zeggen, graag tot dan. Joejoe.